Nou, mensen, hartstikke fijn dat je hier zit. Een honderdtal mensen die zich hebben opgegeven om vandaag bij de loting te zien, de officiële loting van het OLS Born 2023. Ja, dit wordt de eerste officiële bijeenkomst van de OLS-organisatie, namelijk de loting van de optochtvolgorde van 135 shutterieën die meedoen. Vandaag hebben we door een programma voor afgedraaid. Niet alleen de loting, we hebben het ook een beetje aantrekkelijk gemaakt. Er worden nogal heel gelu, een stuk of 100 lu. We hebben een toelichting gegeven op Overstoon als organisatie. Dat de velden beschikbaar zijn, waar ze moeten parkeren en dat soort dingen. We hebben even gestart met de voorverkoop van de Sientaler op 30 juni. 16, 16. Zo'n OLS, dat duwt wel mij een deur op. Het is eigenlijk met geen pen te beschrijven, maar gegod met z'n allen, met al die mensen in, van een schutterij, van een deur op, alle betrokkenen werken gezamen naar de ene doel toe. Iedereen zet de schouders eronder, de gorgen voor, en dat geeft zo'n fantastische boost aan een deur op, zo'n OLS. Echt alle vrijwilligers die praten er nou nog over. Ja, dat is voor mij. Ik ben sinds halverwege medio 2022 ben ik de president van de OLS-federatie. En dit is het eerste evenement van OLS Born 2023. En ik vind het fantastisch dat ik hier al zoveel mensen zie. En dat we vanavond de loting hebben kunnen doen van al die 135 schutterijen die nou weten welk nummer dat ze in de optocht hebben. Dat was de loting, mensen. En dankjewel voor de aandacht. Ja, nou, wil ik toch wel eigenlijk zeggen.